De Zesdaagse van Rotterdam komt eraan. Wel eens geweest? Ja, zeker. Ik ben een paar keer geweest. En? Ja, heel mooi evenement. Ik denk een van de mooiste baanevenementen in Nederland. Ja, mooi als klein jongetje geweest? Ik ben denk 4 jaar geleden voor het eerst geweest. Volgens mij in mijn jeugd is de Zesdaagse van Rotterdam een tijdje weg geweest. Ja. Tot ze die mobiele baan hadden en het in Ahoy weer opgestart hebben. Ik ben een paar keer als kleine jongen op de Zesdaagse van Amsterdam geweest. En die was toen nog, die is nu niet meer. En daar ken ik het een beetje van. Je zei net van ja, als ik dan toch familie en vrienden mee moet nemen, dan maar naar Ahoy. Ja, we hebben nu ook het geluk dat het WK in Apeldoorn is. Dus dat geeft ook wel wat extra's. Maar ik vind de Zesdaagse veel meer sfeer hebben dan een NK. Ja? Ja, zeker. Waarom? Het is gewoon sowieso dat het in Ahoy is. Dus het maakt het heel erg leuk. En ook het show-element eromheen geeft gewoon wat extra's. En ik vind het gewoon uniek dat je in een koppel rijdt. En je draagt gewoon die 6 dagen ook een andere sponsor. En je bent gewoon eigenlijk een gelegenheidskoppel voor dat moment. En dat maakt het heel erg mooi, want anders zou je dat nooit doen. Dus dat geeft wel wat extra's. Het is gewoon een toch individuele wedstrijd, maar ook weer een teamwedstrijd tegelijk. En je rijdt allemaal onderdelen die je normaal niet rijdt. Dus dat geeft het gewoon wat extra's. En een stukje entertainment eromheen maakt het gewoon een heel leuk evenement. Zijn jullie een beetje showmannetjes of met bravoure? Dat weet ik eigenlijk niet. ik denk dat we misschien wel totaal tegenovergestelde personen zijn, maar we studeren ook allebei, dus we kennen ook allebei een beetje dat studentico's. Ik denk dat Jan-Willem en ik beide aanwezige personen zijn, dus dat kan het wel heel leuk maken. Zeker. Maar ook beide personen die niet zo heel erg veel ervaring op de baan hebben? Nee, ik denk dat we allebei vrij laat begonnen zijn. Dat we eigenlijk vanuit het wegwielrennen een beetje op de baan zijn begonnen. Ik nog iets meer vanuit het wegwielrennen naar de baan dan Jan-Willem. Maar ja, we zijn allebei gewoon gasten van, ik ben dan 2,01 meter en Jan-Willem zit er net iets onder. En dat is natuurlijk wel een mooi gezicht denk ik op die toch wat kleinere fietsjes. Twee van die enorme gasten in de baan. Is niet bepaald een voordeel qua techniek? Nee, dat denk ik niet. En zeker op een korte baan is dat zeker geen voordeel. Maar ja, dat maakt ons ook eigenlijk niet zoveel uit. Ik bedoel, we hebben er super veel zin in. En ja. Dan compenseren we dat voordeel van, of dat niet-voordeel eigenlijk, dat negatieve voordeel compenseren we wel met kracht, wat we allebei wel hebben. De Willem zei, het is gewoon een kwestie van lompstompen. Ja, dat past goed bij ons, klopt. Je bent een lompestomper? Ja, zeker. Ja, ja. Je dom hard trappen inderdaad. Lekker. Ja, heerlijk. Ja, het is alleen dat je nog een beetje moet nadenken. Zeker vanaf dag 3 gaat dat wel tellen natuurlijk. Het blijft niet alleen maar lompstompen. Het is ook natuurlijk een beetje om je heen blijven kijken. Omdat er toch wel 12 koppels in de baan rijden. Prima. Er was één dingetje in een interview van jou nog. Je zei, ik kan geen klootzak zijn. Maar terwijl het wel nodig is. Ja, dat laat ik aan Jan-Willem over. Dat is het mooie aan een Madison. Dan mag hij mooi de klootzak zijn. En dan ben ik de gentleman die zegt, ja, sorry van mijn maat. En ondertussen rijden we er gewoon vandoor. Die taakverdeling is bij deze vastgelegd. Ja, dat lijkt me prima. Even over dat werelduurrecord. Voor een ander stukje tv. Is goed. Maar doe maar recht. Ja, zeker. Mooi hè? Gaat goed. Je gaat dat werelduurrecord proberen te verbeteren. Klopt, terwijl bijna niemand in de wereld ooit van Dion Beukenboom heeft gehoord. Nou ja, misschien is dat wel een voordeel juist. Althans, ik zie het als voordeel. Het is, ik weet niet of het met media-aandacht of druk te maken heeft. Daar ben ik sowieso niet heel erg mee bezig, denk ik. Maar ik heb wel gewoon de tijd en de ruimte met een team aan fantastische sponsoren om me heen. Om gewoon echt voor dat uur te gaan. En het hoeft niet tussendoor, het moet niet van een sponsor. We hebben echt een plan uitgestippeld. En dat maakt het ook wel weer voordelig dat ik misschien de onbekende Dion Beukenboom ben. Ja, de nobody nu nog. Ja, zo zou ik mezelf niet weg willen zetten als nobody, maar inderdaad, de nobody misschien. Ja, de wat onbekendere renner. Laten we het daarop houden. Okay. Waar begin je aan? Dat weet ik eigenlijk ook nog niet helemaal. Het gaat een uur lang verschrikkelijk veel pijn doen, denk ik. En ik weet hoe het is om 4 kilometer lang heel veel pijn te hebben, zeg maar 4,5 minuten of in een ploegachtervolging 4 minuten. Ik weet ook hoe het is om een uur lang pijn te hebben op het NK tijdrijden op de weg. Ik probeer het daar een beetje mee te vergelijken. Maar ja, zo'n lang voorbereidingstraject, zo specifiek met dingen bezig zijn, dat is iets waar ik altijd al van gedroomd heb. Ook in de jaren dat ik ploegachtervolging of individuele achtervolging reed. Daar begin ik ook aan. Gewoon een heel mooi traject en een hele lange weg waarbij alles gewoon tot in de puntjes geregeld moet zijn. En dat vind ik wel heel erg prettig. Dan ligt het ook nergens meer aan. Het is ook wel bijzonder hè, dat er eigenlijk eerst een plan is gesmeden en daarna pas een renner is gezocht. Ja, zeker. Ook wel fijn hoor. Ik bedoel, ik heb zelf best wel veel input kunnen leveren ook nog door de jaren heen en die lever ik nog steeds.
Maar het is wel fijn dat er gewoon iemand is, Jim van den Berg, met zoveel ervaring al vanuit zijn vorige Eurocorp-poging met Thomas, dat het plan er eigenlijk al lag. En dat we gewoon op bepaalde manieren bepaalde nieuwe invullingen konden geven. Even Bradley Wiggins uit de boeken rijden. Ik hoop het, ja. Dat zou heel erg mooi zijn. Mooi, hè? Dat hij zei van, hoe de fuck is die op Bokebo? Ja, ik weet niet of hij het zelf zei, maar in ieder geval, dat was wel het geluid wat uit Groot-Brittannië kwam, ja. Dat is wel mooi. Ja, zeker. Ja, dat maakt het wel nog mooier, vind ik. Nou, zet hem op. Succes. Dankjewel.